Tijdens mijn werk als dierenfysiotherapeut heb ik gemerkt dat lang niet iedere paardeneigenaar weet wanneer hij welke hulpverlener bij zijn paard moet halen. De verschillen tussen chiropractie, osteopathie en dierenfysiotherapie blijken nog niet bekend bij veel paardeneigenaren. Dat wil ik jullie in dit filmpje uit gaan leggen. Dierenfysiotherapeuten, chiropractors en osteopaten hebben eigenlijk allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ze willen het paard zo optimaal mogelijk laten functioneren. De manier waarop ze werken en de achtergronden zijn wel verschillend. Zo zijn bijvoorbeeld alleen al de opleidingen verschillend. Als dierenfysiotherapeut moet je eerst humaan fysiotherapie hebben gestudeerd en vervolgens de opleiding tot dierenfysiotherapeut hebben gedaan. Dan heb je wel het geluk dat je beroep beschermd is. Dus alleen iemand die die opleidingen heeft gevolgd, mag zich zo noemen. Dat is helaas niet het geval bij osteopathie en chiropractie. Dus iedereen mag zich osteopaat noemen en ook iedereen mag zich chiropractor noemen. Ook als ze niet een hele opleiding hebben gevolgd om dat beroep uit te oefenen. Voor jullie als paardeneigenaar is het heel erg van belang of een titel wel of niet beschermd is. Als een titel niet beschermd is, zul je voordat je iemand inschakelt, eens zelf goed onderzoek moeten doen of diegene daadwerkelijk deskundig is. Er zijn heel veel osteopaten die bijvoorbeeld een hele opleiding hebben gedaan voordat ze de paardenosteopathie gingen doen. Zo moet je bijvoorbeeld denken aan een 4-jarige hbo-opleiding, gevolgd door een 3-jarige opleiding om paardenosteopaat te worden. Er zijn echter ook mensen die die opleidingen niet hebben gedaan en toch als osteopaat aan de slag gaan. En dat zal uiteraard een enorm kwaliteitsverschil gevolg hebben en dat kan ook gevolgen hebben voor jouw paard. Zowel een dierenfysiotherapeut als een chiropractor als een osteopaat richt zich op het bewegingsapparaat van het paard. Het bewegingsapparaat van het paard is eigenlijk alles wat verantwoordelijk is voor het goed functioneren van de beweging in het paardenlichaam. Dus denk aan spieren, gewrichten, maar ook het zenuwstelsel. Als dierenfysiotherapeut kijk je bijvoorbeeld naar de wervelkolom, naar het functioneren van de verschillende gewrichten, functioneren van de spieren en uiteraard ook alles wat daarmee samenhangt. Een chiropractor gaat meer uit van het zenuwstelsel en vanuit de wervelkolom. Ook problemen proberen ze grotendeels vanuit dat gebied op te lossen. Dat wil overigens niet zeggen dat een chiropractor niet naar de overige delen van het lichaam kijkt. En dat wil ook niet zeggen dat een dierenfysiotherapeut niet naar de wervelkolom kijkt. Ook een osteopaat kijkt naar de verschillende delen van het paardenlichaam. Het grootste verschil is dat een osteopaat zich ook nog richt op de organen. Dat is een groot verschil tussen de osteopathie en bijvoorbeeld de dierenfysiotherapie. Voor het goed in kaart brengen van het bewegingsapparaat van het paard is het belangrijk om het paard zowel actief als passief te testen. Tijdens het monsteren aan de hand, zoals nu gedemonstreerd wordt, bekijken we hoe het paard zijn lichaam gebruikt. We kijken naar beenzetting, we kijken naar ruggebruik, we kijken naar het bewegen van de hals en het bewegen van het bekken. Als er zaken zijn die opvallen, dan kan dat aanleiding zijn om dat vervolgens passief nogmaals te testen. Zowel een dierenfysiotherapeut, een chiropractor als een osteopaat zal gewricht voor gewricht willen testen hoe de bewegelijkheid is. Of dat soepel gaat, of het paard ver genoeg komt en of het eindgevoel van dat gewricht goed is. Werveltje voor werveltje kan getest worden hoe zo'n paard functioneert. Zowel links als rechts. De manier waarop ik dat nu demonstreer is het passief testen van de hals. Ik zet één hand op een wervel en ik beweeg met mijn andere hand de hals. Ik voel dan met mijn linkerhand hoe dat gewricht beweegt, hoe die wervel beweegt. En ik kan bovendien zien of de hele hals mooi gelijkmatig meebeweegt. Naar aanleiding van al die verschillende testjes kan een osteopaat, een chiropractor of een dierfysiotherapeut bepalen welk gedeelte van het paard hij wil behandelen en welke technieken hij daarvoor gebruikt. En ook die technieken zijn weer enigszins verschillend. Jullie zullen allemaal wel een keer gehoord hebben van het kraken. Het kraken is eigenlijk niks anders dan op een bepaalde manier een beweging in een gewricht veroorzaken, waardoor er een luchtbelletje in dat gewricht verplaatst wordt. Dat is het krakende geluid dat je hoort. Het wil niet altijd zeggen dat als een paard niet kraakt tijdens zo'n behandeling, dat de behandeling niet effectief is geweest. Dus de naam kraken zegt op zichzelf staand niet zoveel. Op deze manier kun je wervel voor wervel testen hoe de zijdelingse buiging is van het paard. Je ziet het hele paard nu meebewegen en ik voel met mijn rechterhand in hoeverre die wervel goed beweegt. Als ik daar ergens een bewegingsbeperking of blokkade ontdek, dan kan ik met verschillende technieken die bewegelijkheid weer herstellen. Dat kan op deze manier, maar dat kan ook middels een manipulatie zoals ze dat noemen, waarbij wel eens een krakend geluid wordt waargenomen.
Voor het ene paard zal het ene goed werken en voor het andere paard zal het andere goed werken. Het is aan jou, hulpverlener, om te bepalen wat voor jouw paard specifiek geschikt is. Ik hoor mensen wel eens zeggen dat er een wervel niet op zijn plek staat. Maar als dat daadwerkelijk zo zou zijn, dan zou je paard echt niet meer lopen. Dan zou die een dwarslesie hebben en dan zou die er wat minder goed bij staan dan dit paard bijvoorbeeld op dit moment. Wat wel kan gebeuren is dat de bewegelijkheid van een wervel wat minder is. Of dat een wervel heel lichtjes gedraaid staat of bijvoorbeeld in een gebogen positie staat ten opzichte van zijn natuurlijke stand. Maar een wervel echt niet op zijn plek, dat is niet aan de orde. En zo hoor ik ook wel eens dat mensen heel simpel zeggen van de osteopaat of de chiropractor of de kraker heeft hem even recht gezet. Maar zo simpel is dat ook niet. We kunnen wel een stuk bewegelijkheid herstellen en we kunnen daardoor voor zorgen dat het lichaam uiteindelijk beter kan functioneren. En dat het lichaam misschien ook symmetrischer kan functioneren. Maar we zijn geen tovenaars. Zo kunnen we ook niet in één keer heel je paard repareren. Jullie als paardeneigenaar zijn daar heel erg belangrijk in. Als wij een stukje bewegelijkheid herstellen, dan is het aan jullie vervolgens om daar wat mee te doen. Met de oefeningen die wij meegeven als dierenfysiotherapeut, osteopaat of chiropractor, maar ook misschien door je training aan te passen. En heel vaak zal het nodig zijn om het paard een aantal keer te behandelen. En dat is voor iedere beroepsgroep hetzelfde. Dat geldt voor een dierenfysiotherapeut, dat geldt voor een osteopaat, maar ook voor een chiropractor. De vraag is nu natuurlijk, wie moet ik inschakelen voor mijn paard? Het allerbelangrijkste is dat je iemand zoekt met een hele goede opleiding en met de nodige ervaring. Je hebt gezien dat de overeenkomsten ook groter zijn dan de verschillen. Een osteopaat doet niet zoveel anders dan een dierenfysiotherapeut of een chiropractor. Mocht je nou vermoeden dat je paard misschien last heeft van één of meerdere organen, dan zou je kunnen denken aan een osteopaat. Mocht je het idee hebben dat je juist bij een stuk revalidatie of training hulp nodig hebt, dan zou je kunnen denken aan een dierenfysiotherapeut. En de chiropractor is juist voor iemand die heel erg denkt vanuit de wervelkolom en het zenuwstelsel. Dat wil niet zeggen dat een osteopaat of een dierenfysiotherapeut daar niet naar kijkt. Dus laat je vooral goed informeren, bel zo iemand eens op, vraag wat informatie en ga vervolgens ook na of die persoon nog wat referenties heeft, zodat je eens wat rond kunt bellen om te kijken of dat de geschikte persoon is voor jouw paard. Je moet je ook realiseren dat jij als eigenaar dus heel erg belangrijk bent in het hele herstelproces. En voordat ik dit filmpje afsluit, wil ik nog heel eventjes één waarschuwing meegeven. De testjes die ik net heb gedaan bij dit paard zijn niet geschikt voor jullie om thuis te doen. Ik was de wervelkolom aan het testen, ik heb bekken getest en dat is niet geschikt als thuisoefening. Dus laat dat aan een deskundige over en zorg er zelf voor dat je de juiste deskundige in huis haalt.